dat je je eigen weg moet volgen. Dat je vanuit een visie moet gaan werken. Dat je vooral hard moet werken, met heel veel passie. Dat je jezelf moet ontwikkelen, en dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Door heel veel te lezen, voetbaltraining te lezen, heel veel wedstrijden te kijken. Maar dat kan ook door heel veel zelf na te denken over wat je ziet, je eigen perceptie.